Met Diegoré komt het wel goed. Maak je daar niet druk om. Ik ga weer naar huis. Alles zit ook met thuis geworden. Ik ga naar mijn familie in Engeland. En het komt wel goed met mij. Maar ik maak me zorgen om de continuïteit en de ontwikkeling van het Surinaams voetbal. Ik wil u ter herinnering meenemen naar 5 belangrijkste ambities die mijn staf en ik met u deelden 3 jaar geleden. Allereerste, wij wilden Surinaamse voetbal laten herleven op de velden. De pleintjes, de straten van Suriname moeten het gevoel hebben dat ze trots zijn op het nationale elftal. Ten tweede, wij wilden vaker winnen en daarmee stijgen op de FIFA wereldranglijst. Doordat we vaker wonnen, plaatsen we ons voor de Gold Cup. Voor de Gold Cup voor de eerst in de geschiedenis van Suriname. Met amateurs. Als derde ambitie wilden we de beste Surinaamse spelers wereldwijd overhalen om voor Natje te komen spelen. En ook zorgen dat de paspoorten geregeld zouden worden. Onze stoutste dromen werden werkelijkheid. Steeds meer topvoetballers boden zich aan, kozen voor ons land. Ik had ineens een lijst van 200 zoveel voetballers wereldwijd die voor Natje wilden spelen. Laat me je 1 ding zeggen. Ik heb voor Feyenoord gespeeld. Ik heb voor Ajax gespeeld. Ik ben met Feyenoord kampioen geworden. Ik ben met Ajax kampioen geworden. Ik heb Champions League goals gescoord. Ik heb mooie doelpunten tegen Barcelona mogen scoren. Tegen Real Madrid mogen scoren. Maar het allermooiste gevoel heb ik gekregen toen ik het Gold Cup plaatste met Suriname. Dat was voor mij het allerlekkerste gevoel dat ik ooit in mijn leven heb gevoeld. Ten vierde. Met een nieuwe selectie. Een nieuwe professionele staf. Een nieuwe visie. Wilden we mooier voetbal spelen en betere resultaten behalen. Dat is gelukt. Het Surinaamse voetbal is weer aantrekkelijk om naar te kijken. En we hebben charismatische, kwalitatief goede spelers op het veld staan. En op de bank zitten. Natuurlijk is het niet realistisch om te verwachten dat we meteen met de wereldbeker thuiskomen. Of verwachten dat we ons meteen plaatsen voor het WK. Terwijl de spelers voor het eerst voor Suriname uitkomen en nog niet eerder ingespeeld zijn. Toch was er een fundament neergelegd waar we verder op kunnen bouwen. Daar komt nu abrupt een einde aan. Onbegrijpelijk. En als 5e hoofdambitie wil ik de betrokkenheid van de pers vergroten. Dat was mijn ambitie. Als ik om me heen kijk is het behoorlijk gelukt. En last but not least. Surinamers over de hele wereld. En de rest van de wereld keken vol spanning. Met heel veel plezier naar de ontwikkelingen, de stijgende lijn van het nieuwe Nacho. The sleeping giant has awakened, hoorde ik in Amerika. Dat vond ik een mooie, de slapende reus is wakker geworden. Wij zijn een slapende reus, geloof me. Het Surinaamse voetbal leeft weer. Over de straten van Paramaribo wordt daar zoals toen weer gesproken over voetbal. Overal waar je gaat, op social media, met familieleden in andere landen, is het Surinaams voetbal hot topic. Ik ga niet met modder gooien. Is niet mijn stijl. Ik hou te veel van Suriname en het Surinaams voetbal. Toch wil ik wel meegeven dat we niet op de oude voet verder kunnen. Je bereikt geen nieuwe doelen met oude gewoontes. Het kan niet zo zijn dat wanneer we met elkaar overduidelijk een stijgende lijn hebben ingezet en je om moverende redenen abrupt de droom, het samenhorigheidsgevoel, de hoop van spelers en het Surinaamse volk laat bossen. Wij allen verdienen beter. Mijn vraag is nu, wie
gaat ons verder op voorsprong zetten? En wie houdt ons weer op achterstand? Laten we het daarover gaan praten. Er hebben 16 teams meegedaan aan de Gold Cup en maar één bondscoach is bedankt. Dat ben jij. Wat vind je van dit gegeven? Ik ben er mee eens. Er worden altijd bondscoaches ontslagen. En dat is inherent aan het voetballen. Ik ben niet onschendbaar. Het is alleen, de moverende redenen zijn niet benoemd. En dat is de enige vraag die ik heb. Waarom? En die vraag is mij tot op vandaag nog niet beantwoord. Zelf niet door de bestuursleden die in de pers dingen hebben geroepen, op de radio dingen hebben geroepen. Zijn die vragen niet beantwoord. Dus voor mij is het onbegrijpelijk. Bent u bereid om onder deze omstandigheden, stel nou dat ze het terugdraaien, om er met hetzelfde bestuur door te werken? Dankjewel. Nee, om eerlijk te zijn niet. Onmogelijk, vertrouwen is beschaamd. Je kan niet op deze manier nog met dit bestuur, zou ik geen bondscoach kunnen zijn. Is de deur dan helemaal dicht bij Dien Goree en de technische staf? Nee. Geen keertje meer open? Nee. Mijn deur is nooit dicht om Suriname te kunnen coachen, te kunnen ondersteunen. Mijn deur is dicht voor dit bestuur om mee te werken. Vooralsnog weet ik niet wat de redenen zijn dat we bedankt zijn geworden. Ik zou willen aanvullen, last but not least, als jullie het niet aankunnen, ik zeg niet dat het bestuur weg moet. Voor mij een paar mogen ze blijven. Maar verander nou even. Kijk in de spiegel. Zoveel reactie. Zoveel negatieve reactie. Daar is er toch iets aan de hand. Als u het niet aankunnen. Als u het niet aankunt. Misschien moeten we het voor die vrouwen overlaten. Het bestuur. Er zijn zoveel sterke vrouwen. Er zijn zoveel sterke vrouwen die het werk zo kunnen. Want elk jaar, elke keer is het weer hetzelfde gelul. Ik dank u voor dit moment. Marino.